eigenlijk ben ik licht amateuristisch bezig. Nou, haal dat licht ook maar weg. Want we zitten al op het strand. Stiekem is het 1 uur 's middags, dus het heetst van de dag. En ik begin nu nog een keertje, ik begin eigenlijk nu pas met insmeren. Tip 1, echt serieus, smeer je thuis in. De meeste zonnebrandcremes doen er namelijk een tijdje over voordat, voordat ze je beschermen tegen de zon. P20 is zo'n crème waarvan ik zeg ideaal, want je smeert je op papier 1 keer in en dan ben je ook gelijk de hele dag beschermd. Hou je hem ook even voor je. Ja. Omdat het zo'n all day zonnebrandcrème is. Vroeger smeerden we ons in met factor 4 en 8 en waren dat de producten die het eerst waren uitverkocht in de drogisterij. Maar nu moet je ook echt moeite doen om nog factor 8 te vinden. Ja. Ik leer mijn kinderen om zich in te smeren tegen de zon. En ik weet dat Bo laatst tegen mij zei, ze had op de fiets, zegt hij, oh, ik ga vandaag verbranden, want ik heb niks op. Dus het is, ze zijn zich ervan bewust dat je je met een goede zonnebrandcreme beschermt tegen de zon. Zullen we gaan spuiten? Welke wil je? Wil je die spray? Ja, ik hou heel erg van zo'n spray. Ik zal hem even openmaken. Wil je geen spray? Nee, we gaan hem niet in je gezicht doen. Nee, maar ik wil gewoon. Doe dat maar op mijn been. Doe ik het op jouw been? Ja. Kijk, het fijne van zo'n spray is, kijk, overal zit zand en gedoe en dat soort dingen. En kinderen willen als ze aankomen het liefst gelijk in het water. En dan vind ik het fijn als je gewoon even snel zo smeert, uitsmeert en je bent echt binnen een seconde klaar. Kom maar, op je been. Zo, andere been. Let op, een zonnebrandcreme, volgens mij zijn in elke zonnebrandcreme tegenwoordig in Nederland heeft het, maar check het sowieso, moet je beschermen tegen UVA en UVB. UVA staat voor aging en B is voor burning, maar let erop. En ik heb dus ook laatst iets geleerd, wat stond er ook weer, very water resistant. Is dus meer dan water resistant. Water resistant is oké. En very water resistant is heel oké. Zo. Een beetje schudden, man. En eigenlijk ook.